Met de Viroval-test kunt u snel en veilig achterhalen of uw klachten worden veroorzaakt door coeliaki, een glutenintolerantie, en dit met een nauwkeurigheid van 98%. Tijdens een glutenvrij dieet neemt het aantal ATTG-IgA-antistoffen af en deze kunnen na 6 maanden niet meer worden gedetecteerd. Daarom kunnen bij een glutenvrij dieet de testresultaten irrelevant zijn. Wij raden u aan uw handen te desinfecteren voordat u met de test begint. De test is eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is een effen tafeloppervlak, schone handen en een uurwerk. Zorg ervoor dat u de gebruiksinstructies goed begrijpt alvorens u de test uitvoert. Neem de inhoud uit de verpakking en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn. Zak met testonderdelen, testcassette in aluminium verpakking en gebruiksinstructies. De zak bevat een pipet, een flacon met verdunningsvloeistof, twee automatische prikkers, een glazen opnamebuisje inhouder een alcoholdoekje, en een pleister. Open de flacon met de verdunningsvloeistof door de dop te verwijderen en zet deze recht op tafel. Draai de grijze dop van de automatische prikker tot deze loslaat. Draai deze dan nog 2 keer volledig rond. Masseer de top van uw wijsvinger en reinig deze met het alcoholdoekje. Duw de prikker met de ronde opening tegen uw vingertop en activeer het lancet. Zorg ervoor dat u uw vinger niet van het lancet wegbeweegt. Oefen een lichte druk uit op de injectieplaats tot er een grote druppel bloed uitkomt. Open de houder en verwijder het opnamebuisje. Houd het opnamebuisje horizontaal in de bloeddruppel tot het volledig gevuld is. Stop het opnamebuisje in de flacon met verdunningsvloeistof, sluit de deksel stevig. Indien nodig brengt u de pleister op de injectieplaats aan. Schud de flacon enkele keren. Neem kort voor gebruik de testcassette uit de verpakking en leg deze op een vlakke ondergrond. Open de flacon. Gebruik de pipet om 5 druppels van het verdunde monster te kunnen opnemen. Laat 5 druppels van bovenaf in het ronde gebruiksveld van de testcassette vallen. Let op dat er geen vloeistof op het resultaatvenster T of C druppelt. Exact 10 minuten na het aanbrengen van de 5 druppels kunt u het resultaat aflezen. Het testresultaat is positief wanneer een licht tot donkerrode lijn zichtbaar is in het controleveld C en er een licht tot donkerrode lijn in het testveld T zichtbaar is. In dit geval hebt u antistoffen in uw bloedmonster, wat erop wijst dat u mogelijk glutenintolerant bent. Om een definitieve diagnose te stellen, dient u een arts te raadplegen. Het testresultaat is negatief wanneer een licht tot donkerrode lijn verschijnt in het controleveld C en er geen rode lijn in het testveld T zichtbaar is. In dit geval hebt u geen antistoffen in uw bloedmonster die wijzen op een glutenintolerantie. Als uw maag- en darmklachten blijven aanhouden, dient u uw arts te raadplegen voor verder onderzoek. Wanneer u geen controlelijn in het controleveld C of enkel de testlijn T ziet, is de test niet correct verlopen en ongeldig. Controleer of u alle stappen in de gebruiksaanwijzing correct hebt doorlopen en voer de test nogmaals uit met een nieuw bloedmonster.